Oh nee. Het is vandaag een beetje een verdrietige dag. Beetje huilen. Iets gaat weg. Beseffen jullie dat Quinn iets gaat verkopen? Vandaag gaan we iets super speciaals doen. Want vandaag gaat toch wel eigenlijk een beetje een droom van mij uitkomen. Ik heb gewoon een waterscooter gekocht. Oh, dat wil ik zo graag ook hebben later. En vandaag is gewoon de dag dat dat gaat uitkomen. Holy shit, gastie. Ik vind het heel erg. Ik heb echt een minder lasso, joh. Meer met de waterscooter, meer politie. Met meldingen maken. Normaal koop ik altijd iets. En nu is het eindelijk een keer het moment om iets te verkopen. En dat is deze grote vriend. De waterscooter. Iets wat ik mijn hele leven al wilde hebben. Een van mijn droomdingen. En nu gaat hij gewoon weg, deze. Waarschijnlijk ga ik hem vandaag verkopen. Dus we gaan hem nu even schoonmaken. En dan is hij weg. En ik ga jullie later vertellen waarom ik hem nou verkoop. Maar we hebben hier toch ongelooflijk mooie herinneringen mee. Niet normaal. Als dit me lukt, dan ben ik echt de koning, zei ik. In één keer is dat hij met de waterscooter in de wasbox wil. Maar goed, dat moet je natuurlijk achteruit. En met zo'n aanhanger in parkeren is best ingewikkeld. Het zou mij niet gelukt zijn in ieder geval. Maar goed, dat verbaast ook niemand, want ik zet nog een auto tegen de prullenbak aan. Hé, hey, goed hoor! Keurig, schat! Ik doe dat in één keer, maar ik dacht ik moet nog één keer vol. Goed, top! Keurig. Passen, let's go! Wat gaan we nu doen, Quinn van de Zeeuw? Oh. Dankjewel. Even aangereden worden. Wat gaan we nu doen? Dit fixen. Het is pakkot. Er is dieke. Ja, is kapot. Kijk. Zal ik vertellen wat er ooit is gebeurd? Nee. Oké. Okay. En toen was het verdrietige moment daar. De waterscooter is meegenomen. Zo. En dan zit je hier even verdrietig te wezen. Hij is weg! Hij is officieel weg. De waterscooter is niet meer van mij. Nou ja, weet je, het is wat het is. Tijd voor een nieuwe stap. En ik ga jullie zo vertellen waarom ik hem nou weg heb gedaan. En ben ik er nou blij mee? Ja, ik weet het niet zo goed. Eigenlijk. Ik heb dan wel weer lekker wat geld erbij. Maar ja, lastig. Lastig. En wat nog meer een lastig klusje was, maar wel is gedaan door mijn zus, mijn moeder en de vriend van mijn zus, is de jacuzzi schoonmaken. En dit, jongens, ziet er top uit. Hij staat er dus zo bij en de buitenkant die ga ik binnenkort zelf oplossen. Ik heb daar wel echt een vet idee voor. Ik weet me niet of het mijzelf gaat lukken, maar ik hoop van wel. Maar de binnenkant die is nu echt helemaal mooi. We hebben namelijk van die nieuwe kussentjes. Dus dat is echt top. Kijk, overal zitten nu van die nieuwe kussentjes op. Dus die zijn echt veel beter dan die hiervoor op zaten. Voor de rest hebben ze alle vlekken uit de jacuzzi gehaald. Nou, je ziet wel dat hier altijd snel van die rotzooi inkomt al. Kijk, allemaal kruimeldingen. Nu vraag ik me af, ik weet niet, misschien heeft een van jullie een jacuzzi en weet dat. Want kijk, bij het zwembad kan je stofzuiger aansluiten en dan gaat het water wat in de stofzuiger komt, gaat gewoon door een filter heen en dat komt dan vervolgens weer in het zwembad. Dus dan verlies je geen water. Maar hier heb je dat niet. Dus hoe kan je nou een jacuzzi stofzuigen? Of schoonmaken. Hoe doe je dat? Dus stel, jullie weten een oplossing voor hoe we dit zeg maar zo eruit kunnen krijgen. Laat het even weten. Want ik heb zelf geen idee. En we zijn hier nu bezig met dikke voorbereidingen. En jullie denken misschien waarom zit dit netje er. Maar die hebben we voor muis gemaakt, voor de poes. Zodat hij niet wegloopt. Dan blijft hij alleen in de tuin. Maar we gaan hier een lijp verrassingsfeest geven. En ik kan er nog niet heel veel over vertellen. Maar wat ik wel weet is dat volgende week komt die video meteen online. Dan kunnen jullie checken. Ik wil het gewoon nog niet verklappen. Want straks komen de mensen er anders al achter, hè. Maar hier wordt het heel gezellig, dat weet ik wel. We hebben hier ook zo'n houten barretje, dus dat is echt helemaal top. Zetten we de boksen erop, weet je wel, dat is super gezellig, ziet dat er ook uit. Dan kunnen we lekker muziek zo, pam pam. Boom! En daar zijn we dan. Jullie wachten hier al de hele video op, denk ik. Jullie willen natuurlijk weten waarom ik nou mijn waterscooter uiteindelijk heb verkocht. En dit is dan de reden. Mijn waterscooter had namelijk 180 vaaruren. En net zoals dat je een auto hebt met kilometers, heeft een waterscooter vaaruren. Stel jouw auto die heeft 200.000 kilometer, dan is dat redelijk aan de hoge kant. En bij een waterscooter met 180 uur zit je ook al wel redelijk aan de hoge kant. En die jongens die kwamen dus langs en die hebben echt een uur staan kijken naar de waterscooter. Van alles geprobeerd, dit, dat, zo.
En uiteindelijk hebben ze hem dus meegenomen. Heb ik mijn waterscooter verkocht voor €6.750. En zelf heb ik mijn waterscooter gekocht voor €9.000. Dus in anderhalf jaar tijd is er iets meer dan €2.000 van afgegaan. Maar we hebben er wel natuurlijk super veel plezier aan gehad. Het was het sowieso waard. En zij hebben me uiteindelijk voor deze prijs meegenomen. En dat was iets minder dan ik eigenlijk had gehoopt. Maar zij zeiden dat ergens in de buurt van de 180 uur of hoger, dan moet het motorblok een revisie. Nou, ik weet niet of dat allemaal waar is. Maakt ook allemaal niet uit. Ik dacht, ik heb in ieder geval niet meer het gezeur. En ik wist al dat mijn urenstand al aan de hoge kant was. En dat ik hem dus een keer moest gaan verkopen. Dat was ook de reden dat ik hem gewoon op Marktplaats had gezet. Het was allemaal heel random. Het ging super snel. Ik zet hem op Marktplaats. Heel veel reacties, boom, in één keer al opgehaald. Nou, zo snel gaan we dus gaan. En daarom is dus mijn waterscooter nu verkocht en weg. Ja, daarnaast is het natuurlijk ook wel echt een luxe goed. Dat is niet normaal. Ik heb hem dit jaar ook maar echt maar 3 keer gebruikt. Dus dat is ook wel echt super weinig. En ja, dan staat hij maar een beetje te staan. Dan denk ik, kan ik er beter iemand anders blij mee maken. En dan heb ik er een extra zakcentje. Wie weet komt er nog een andere voor terug. Maar sowieso binnenkort nog niet. Want wie weet gaan we binnenkort wel kijken naar iets anders dan de waterscooter. Iets waar ik wat meer aan heb. Verder is het misschien wel even leuk om weer even in mijn kamer te kijken. Want dat is wel lang geleden. Ik laat eigenlijk de laatste tijd super weinig zien over mijn kamer. Jullie weten dat ik altijd druk was met Quinn's droomkamer. Nou, is dat niet helemaal gelukt. Dit leek een heel goed idee in mijn hoofd. Was uiteindelijk wat minder goed uitgepakt. Op zich ben ik wel heel blij met het bureau. Ik hou best wel van een hoekbureau. Maar het ziet er nu zo een beetje uit in mijn kamer. Het is best wel een rotzooi. Maar we hebben deze kant nu redelijk op orde. Die zijn we namelijk helemaal aan het opruimen. Top maken voor alle bestellingen van Eleven. En Eleven gaat de laatste tijd super lekker. Daar ben ik heel erg blij mee. Dus dankjewel daarvoor. En ik wil jullie ook gelijk heel kort iets zeggen. Ik heb namelijk nu altijd een ketting om. En vroeger had ik dat nooit. Dus heb ik iets leuks voor jullie. Namelijk met de code YouTube20 krijgen jullie nog eens extra 20% korting op je bestelling. Bij Eleven. En dan kan je dus voor een nog goedkopere prijs echt luxe, goede kwaliteit sieraden testen. Ik draag ze altijd. Ga er altijd mee onder de douche. Altijd mee in het water en ze blijven nog precies hetzelfde. Dus ik ben er echt super blij mee. Nou, genoeg promotiepraat over mijn eigen bedrijf. Maar ja, ik wil dat gewoon delen. En als je iets wil, kan je iets bestellen. Wil je iets niet? Even goede vrienden! En deze hing eerst aan de muur, maar die hangt nu heel even hier. Maar kijk hoe dik dit ook is. Ik weet niet of ik dit eigenlijk ooit in een video heb laten zien. Maar deze heb ik gekregen. En deze hierboven ook. Kijk, dat plankje is ook wel echt super dik. Nou, dit ziet er natuurlijk helemaal niet uit hieronder. Maar dit is wel echt super vet. Deze twee lichten die zijn wel echt heel gaaf. Zeker als we later een kantoor hebben met Eleven. Dan is dat wel echt dik om dit op te hangen. En deze heb ik dus gekregen van Good Mood Lights. En deze maken ook lampen in je eigen custom tekst. Maar ze hebben natuurlijk ook standaardborden. Maar wat er heel erg mist hier is een beeldscherm. Dus die gaan we even ophangen. Pauw, dat is mooi. Kijk. Top, geregeld. Goed hoor. Doei! Doei! Dat was het weer jongens, was gezellig. Tot volgende keer. En volgende week komt dus de verrassingsvideo online. En die wordt heel erg leuk. We hebben een hele leuke verrassing.